Kijk, op oudjaar hoort een oudjaarsshow. Dus hoort op nieuwjaar, nou precies, een nieuwjaarsshow. En de VARA heeft twee rare jongens, en die omschrijving is geheel van hunzelf, bereid gevonden voor één keertje na 17 jaar weer een televisieshow in elkaar te flansen als komisch duo. En die twee rare jongens zijn Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier. Een paar apart. En mocht u zich toch nog afvragen wat u dan al de komende 65 minuten zo kunt verwachten? Nou, volgens de heren het volgende. Een tikje humor, een tikje rottigheid en een tikje nostalgie. Dus voor iedereen wat. Ik wens u veel plezier met dit paar apart. Dit is het allereerste VARA TV Magazine van 1991. En ook in dit kerstverse nieuwe jaar de beste en goedkoopste in kleur. Wordt vanavond nog jaarlid abonnee, dan krijgt u VARA TV Magazine tot 1 juli 1991 voor maar één tientje. Bel nu 035 711 911. Hoe ziek is Nederland? Wij gaan straks met z'n allen op de bank bij twee psychologen en een dokter. En dat doen we meteen na de ster. Tot zo. Nou, die Calvé Barrelnootjes schijnen nogal lekker te zijn. Ja, sorry hoor. Gillette introduceert een scheersysteem dat de individuele nuances van uw gezicht aanvoelt. Gillette, the best of mankind. Nieuw, het revolutionaire Gillette Sensor scheersysteem heeft twee onafhankelijk verende mesjes die voortdurend uw gezicht aftasten en zich automatisch aanpassen aan elk detail. Gladder, comfortabeler en veiliger kan een man zich niet scheren. Gillette Sensor. Jägermeister? Alleen als die ijs een ijskoud is. Een ijskoude Jägermeister smaakt altijd. Soms mag je jezelf best een beetje verwennen. Vinolia douchecreme met de geur van verrukkelijke bloemen. Een geur die je even meeneemt. Je dag een beetje mooier. Uit melk en plantaardige olie maakt Becel een nieuwe jong beleger. Becel goud. Het past in een cholesterolverlagend dieet en is vol en pittig van smaak. Becel goud. In goud verpakt. Zelf goud. Als u geluk heeft en zo'n envelop ontvangt, kunt u wel 100.000 gulden winnen. Dat is de hoofdprijs in het nieuwste Reader's Digest prijzenfestijn. U hoeft alleen maar uw persoonlijke nummers onmiddellijk terug te sturen. Want hoe sneller u reageert, hoe meer u kunt winnen. Als Victoria Veste adviseur kom ik bij de mensen thuis. Ze wilde deze meneer een pensioenverzekering. Dus het vult aan tot 70%. Precies. Zeg, ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even? Kijk, dan hebben we het bij Victoria Vesta. Dus over een uitkering met winstdeling. Dat kan op uw 60ste zijn. Maar misschien zegt u wel, ach, dat is me te vroeg. Ik voel me nog goed. Ik ga door tot mijn 65ste. Dat varen, dat leer ik nooit. Maar gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal dingen, meneer Rob. Dat willen de mensen.
kan zijn ogen nog wel eens versluiten. Maar er komt een moment. Wat ik zei, als Victoria Vesta adviseur, kom ik graag bij de mensen thuis. Ze wilde de familie. Oh, min porselein. Ik durf het bijna niet te vragen. Nederland 1. Actualiteiten. Goedenavond, dames en heren allemaal. Met de laatste glaasje champagne die hier in de studio rondgedeeld worden voor al onze gasten, wensen wij u thuis ook allemaal een heel goed nieuwjaar. En we beginnen ook maar meteen met een bijzondere uitzending, want we gaan het hebben over de toekomst. Ja, en wel over uw toekomst. Wat zijn uw angsten, wat zijn uw verwachtingen? Welke taboes moeten nu eigenlijk maar eens worden doorbroken? En bestaat de Nederlandse cultuur over 10 jaar nog wel? Deze en andere vragen hebben wij door een enquêtebureau, het heet Centrum, laten stellen. En vanavond hoort u de uitkomsten. Vandaag gaan we het dus over u hebben, namelijk over Nederlanders. Premier Lubbers die zei vorig jaar nog dat Nederland ziek is. Maar is dat eigenlijk wel zo? Vandaag gaat Nederland bij ons op de bank. En om u beter te maken hebben we enkele psychologen en een medicus uitgenodigd. Om te beginnen, professor Piet Vroon. Hij is hoogleraar theoretische psychologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij is columnist in de Volkskrant. En professor Hans Galjaert, hoogleraar celbiologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bekend als erfelijkheidsdeskundige en schrijver over diverse maatschappelijke problemen. Ten slotte aan tafel professor René Dijkstra, hoogleraar psychologie verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Geniet bekendheid als zelfdodingsdeskundige, is columnist in de GPD-bladen en schrijver van de bestseller Als leven pijn doet. Nou, en dat is nog niet alles, want op de tribune zit een aantal emigranten, Nederlanders dus die al heel lang in het buitenland wonen, maar die met de feestdagen even over zijn. En van hen horen wij graag hun relativerende mening over wat de heren deskundigen allemaal over Nederland gaan zeggen hier aan tafel.